Fag iedereen, welkom bij Glory United. Ik ben uw host Brian Swaz de Warte en ik ben hier vandaag met Moanza da Costa. 3 points collectors. We zijn net, 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 net terug van Manchester. We zijn briljant in Manchester gaan kijken. Uh, Shout naar Benson voor het regelen van tickets. We hebben een heel leuk weekend gehad uh, en ik wil het een beetje daarover hebben daarna over de wedstrijd. Ja, man. Um, ik wil het vandaag niet super lang maken, maar uh, Moanza. Ik ga het eerst aan jou geven. Uw allereerste meenheid in het man. Hoe was het, man? Hoe was de experience, man? Ja, yeah, maar het was... Um, sinds dat we onderweg waren eigenlijk naar Burnley... Uh, was het echt wel gewoon kriebels, man. Uh, het was heel mooi om uh, OT te zien. Uh, we hebben een paar nice uh, foto's gemaakt. Uh, veel mooie dingen gezien. We zijn in de shop geweest... Uh, ja, man, het was een uh, uitstap. Ik okay. ken je van die schoolreisjes die je vroeger gewoon deed. Zo, hè? Mm -hmm. Ik voelde me echt gewoon weer een klein kind. Gewoon. Yeah? Het, was, het was nice. Het was uh, iets anders, het was verfrissend. En um, ja, beter, man. Gimma was leuk. We waren daar vroeg, we konden de spelers op het veld zien komen. Yeah. We hebben Eric gezien. We hebben Rio Ferdinand gezien. Yeah. We hebben Darren Fletcher gezien. Yeah. Like, ja, man, het was nice. Uh, shout out naar Benson voor uh, de uh, the Opportunity Theo, of course. En um, W, bro. Ja, man. W, we moesten even naar uh, Burnley gaan. Mm -hmm. Even onze oh, presans. Je bent te snel, de wedstrijd, man. Doe. Onze presans. Onze nee, time it <laughs> yourself. Time it yourself. Time Wat was het leukste aan ja. dit weekend, man? Het leukste? Wat was um, het leukste, man? Ik zou zeggen de wedstrijd, man. Ik zou zeggen de wedstrijd. Gewoon puur om de spelers gewoon, hè. Mm -hmm. uh, In real life gewoon te zien. Um, ja, het was allemaal leuk, man. Old, hè, Old Trafford was leuk om te zien. Mm. Um, hè, je hebt, je hebt, die, je hebt die, dat standbeeld. Je hebt al die foto's. Het is dus gewoon, ja. Uh, stroll pas uh wat Nederlands broer, huh? we zijn één keer naar Engeland gegaan broer, die man praat al sinds in UK Engels bro. Je praat gewoon Engels. Yeah, Pas memory lane gewoon, zo yeah. ik al die herinneringen en zo heel nice. Um, ja man, um, het was, ja, moeilijk te kiezen, OT was nice. Je hebt geen highlight? Um, zo, je zegt van dit was voor mij eventjes zo de piek. Oh, de piek. Um, een bepaalde persoon zien, een bepaald moment tijdens de wedstrijd, moet niet per se een doelpunt zijn, maar iets gewoon waar je zegt van damn. Dit gaat me altijd bijblijven. Ja, dan, en dan is het best funny, maar dan is het dan op dat moment het doelpunt van Bruno, toch? Omdat ja. dat is dan gewoon het eerste United doelpunt wat je gaat zien uiteindelijk. Ja. Wat ik heb gezien dan, uh, in real life. En ja, dat gaat je bijblijven. Het is een mooi doelpunt. Mm het -hmm. was een mooi doelpunt, dus mm -hmm. uh, dat toch wel. En ja, shout-out naar de spelers, man. Ja, man. Achterhalf. Ook een aantal speurs na de wedstrijd kunnen zien. Ja, precies. Zou uh, naar Donny? Zou naar Erikse? Ja. En hoe heb je dat geregeld? Bro, gewoon blund Nederlands. Fixpika. <laughs> <laughs> Donny Fixpika. <laughs> nee, ik vond het grappig, man. Ik vond het grappig, man. Um, Om inderdaad na de wedstrijd. En dat is goed dat Manza daar is, want zo de achtergrondinfo van bepaalde speurs dat je niet hebt, heeft hij wel op dat moment. Snap je? Of had hij op, op dat moment wel? Want uh, het is waar na de wedstrijd. Uh, we waren aan het wandelen en mm. eigenlijk gingen we terug naar de car park. We ja. gingen normaal gezien ja. gewoon zien naar de wedstrijd. Uh, en dan gingen we gewoon doorgaan, snap je? Mm. Uh, maar het dus we wandelen en we, ja, we zien dus waar ja, de, de spelers naar buiten komen naar de wedstrijd. En we zien daar een paar mensen zo mm. voor die uh, railing staan. Uh, en het was grappig want. Um, Oké, okay, we zijn daar, dat was een guy voor ons. Deja, we gingen met twee team, want zo, een gast had zo zijn rugzak daar gezet. Bro, twee rugzakken. Twee rugzakken, broer. Hij we die rugzakken niet moeven, maar dat blokkeert net zo'n ruimte voor Precies. die balustrade, snap je? Ja. Dus daar was er gebeurd, dan kwam er een man met zijn kind, broer, zijn kind blokkeert heel de view. Bro, maar het ding is, kijk, op een bepaald moment, wij moesten kiezen tussen, gaan we charisma doen en ja. zo. Zo cool voor school, of gaan we echt zo van zijn? En je zegt zo, per minuut dat het voorbij ging, dacht wij... Want ik weet nog, voor de wedstrijd konden we ook spelers zien. Precies. Natuurlijk, voor de wedstrijd speelers catch is heel moeilijk. Maar we waren zo aan het kiezen van, ah nee, we gaan. Charisma, maken. Snap je? Broer, that shit was out of the window. We hebben alle spelers gezien, we waren fanboys. We roepen, we roepen, we zeggen, ah broer. Broer, we als we roepen, snap je? Dus dat was het ding. Dus na de wedstrijd, we waren daar, balustraden en zo. En er komen spelers, de eerste spelers die eerst speels naar buiten kwamen waren dus de bankzitters, dus Garnacho kwam naar buiten, uh, Martial, Pelestri, mm. dus alle bankzitters kwamen eerst naar buiten. Uh, en daarna kwam er, uh, wie was eerst gezien? Was het? Volgens mij was Donny eerst. Ja, dus Donny loopt naar buiten. En uh, ja, er zijn heel veel spelers na de wedstrijd die gewoon gezien hebt hebben om, om mm. fans met foto's te trekken, ik begrijp dat. Um, maar waren er waren een paar spelers die waren gestopt, ik denk dat Bayindir een van de eerste was want hij, jij ja. weet broer, dit is nieuw live mm. voor hem en zo Manchester. Uh, dus Bayern was de eerste die uh, die foto's kwam trekken, maar dus daarna, uh, daarna kwam inderdaad Tony Donny van der Beek en hij nu foto's, nu foto's, nu foto's. Maar het ding was, hij ging ons net voorbij, ja, ja. hij ging ons voorbij en we zeggen Donny foto, Donny, maar ik denk zo bij hem, hij moest dat zo calculeren eventjes, ja. snap je? Want er zijn heel veel mensen die door elkaar lopen. Zegt, donnie, foto, donnie, foto. En dan zegt, ah, drie keer. En hij zegt, oh, dit niks meer. En hij fuck up, boys. Dus dan, Donnie is, uh, is, is gebleven, heeft een foto getrokken. Hij heeft een aantal foto's zelfs getrokken. Hij uh, foto van uh, het gezin van man zijn gepakt. En hij heeft dan een aantal foto's getrokken. Er waren andere uh, mensen bij op die foto. Ik weet niet waarom, want je de foto niet krijgen. Dus... Die guy met zijn rugzak, hè. Hij probeerde zijn boeken te pakken. Ik weet niet wie dat gesigneerd heeft. Ik hoop niemand, want fuck you. Echt waar? <laughs> hij was echt irritant, man. Ja, man. Ook And shameless, bro. Waar de Birdie fans daar. En ik denk van de hele wedstrijd ben je ze aan het uitkijken. En dan ineens hoe je Pika <laughs> met mijn het van. Maar snap je ook. Massive club. Mm. I understand. Daarna komt Eriksen. Yeah. Ik wist naar, kijk, ik wist dat Eriksen bij Ajax heeft gespeeld. Maar ik wist dat hij Nel kon Maar ik heb deze week ook Lasse Schön ontmoet. Yeah. En ik wist ook naar de Nelkom. Dus het was zo al een beetje van oké okay, ja, ja. die Nederlandse collectie collecties daar dus uh, hetzelfde met Eriksen. we roepen hem in het Nederlands hij antwoordt dan in Pika, rustig, tranquil uh, dan Lindelof we hebben geprobeerd in Portugees ja. Ma, die Maria reageert ook zegt ah snap je we good <laughs> en dan hebben we enkel uh, ja ik denk Bruno Dalot hebben we gemist alja uh, ja wat ja, ja. we gewoon geen foto's ja, ja. trekken ik had Miro zoals van bij Casimiro. Voorbij, ja, maar. hij wilde wil alleen signe ja was signeren Bruno ook denk ik ja ja ja, ja. En, uh, en Dalot ook ja, maar ja, ja. het was wel het was wel inderdaad want dat is de tweede keer dat ik dan zo speers heb kunnen zien aan de wedstrijd en vorige keer was ik ook zo Beetje op die mm -hmm. ah, ik ga een beetje zo composure nee man bro dit zijn, <laughs> dit zijn mannen die wij, paas, die wij wekelijks uh, be is bekijken je club? ja snap je is, dus, is mijn voetbalclub en en I love them snap je dus dat was wel zo het, uh, ja, het grappige eraan gewoon mm -hmm. van uh, ja je je merkt zo gewoon uw kind zet het kleine kind komt kleine naar boven komt ook ja we hebben want we zijn twee keer naar de fanshop geweest mm -hmm. we zijn dag één naar de... Allee, dag één alles was op dag één ja. Vandaag ook, dus dag 2. Dag 1 zijn we inderdaad naar een fanshop geweest. Thomas heeft dan een Shaw gekocht. Dan heb ik een berichtje gestuurd naar Alex uh, <laughs> en naar Andy. Ik heb eerst een gestuurd naar Alex. Uh, nee, dit, zei... dit is best funny. Ja. Brian op dit moment was gewoon in Cassobureau. Ja, ja. Ik, 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 kijk, weet je, het ding was vorig jaar, leuk, ik heb wetenschappen gemaakt met Alex en met Andy uh, en met Freddy. Freddy heeft dat ding al gedaan, hij moest blaffen. Hij heeft, echt, <laughs> Alex en Andy moesten me altijd weer een shirtje, maar déjà, dat was van vorig seizoen, ik zeg tegen hun, jullie overdrijven, ik heb nu gezegd, kijk, ik ben in Manchester, mm. nu moet ik geen verzendingskosten betalen, ik kan die shirts nu ophalen. Dus, Moanza, kan je het eerste shirtje eventjes pakken, die yes. op de muur staat? Um, dus, Alex moest mijn shirt, uh, nu de wetenschap was eigenlijk dat Fred op de shirt ging staan, maar ja, Alex heeft dat al maar geduurd, dus het is te lang geduurd, dus ik heb dan gekozen voor Hoyland. Uh, mm. Dus ik heb het, uh, ja, laat het draai even, zo. blijf even zitten. Dus we gaan even naar Monsa. Dus Monsa heeft een shirtje van Hoylund omdraaien. Welk shirt dat? Dat is natuurlijk het derde shirtje. Uh, dus die hebben wij dus uh, gekregen van Alex. Dus Alex, dankjewel. Uh, en dan het tweede shirtje. Ik ga even opstaan. Het tweede shirtje dat ik heb uh, gekocht. Uh, dankzij Andy Kisema. Uh, met Libandi Company als, uh, als sponsor. Uh, Glory United, man. Dus we hebben nu een eigen Glory United shirtje. Uh, nummer 22. Rode shirt. Dus die hebben we ook uh, kunnen fixen. Um, dus shout naar Andy en Phantom, sowieso al uh, voor het verliezen van uw weddenschappen en omdat jullie ploegen slecht zijn. Want Andy zei dat Arsenal drie weken ging pakken en zij hebben een dikke nul gepakt. En Arsenal en... Van, uh, sorry, en Barcelona ging zogezegd winnen van United in de Europa League en dat is ook niet gebeurd. Dus dankjewel, Barça en Arsenal. Um, dus ja, ik heb twee nieuwe shirtjes. En dan. Uh, dus na de wedstrijd, we zagen Benson, we hebben hem gecheckt, bla bla bla. En hij geeft me een zakje. Oh. Hij geeft me een zakje en ik denk: Ah, dat is een shirtje van Bernie. Want hij ging mijn shirtjes fixen. Ja, ja, ja. Bro, Benson, en die shirt is nog steeds nat, heeft mijn shirtje van Lindelof gefixt, man. Dus hij heeft mij een shirt van Lindelof gefixt. Uh, dus ja, man. Uh, ik ben gekomen naar Manchester met één shirtje van Rashford. Precies. En ik ben teruggekomen met drie shirtjes. Ja, ja, en ik man. heb niks uitgegeven. Dus dat was een magnifieke draad, snap dat je? Dat was heel mooi man. We hebben echt goed weekend beleefd man. Ja man. En dat was het grappige zo in de, in de fanshop, want we kwamen daar met Aaron Sikaya. Zou naar Aaron die ons liet overnachten in Manchester en shout. die ons wel eventjes heeft gebracht naar Old Trafford, mee gaan in de stad en zo. Dus ook sowieso een big shout naar Aaron. Uh, en dus ook iemand die in het verleden wat ticket heeft gefixt voor mij, dus sowieso shout naar Aaron. Shout naar Aaron. Um, en ze van, ah ja, you're van in the gazers. <laughs> <laughs> uh, kleine connotatie: de volgende transfers van Match United is uh, gesponsord geweest door Alexandre Mistag en, uh, en uh, Sema. Ik heb hier niks mee te maken. <laughs> Ik denk de helft van de opbrengsten gaat naar de glazers. En de andere ja, helft gaat, gaat naar de club. Maar dus dat was denk ik de, ja, het weekend er rond. Ik denk. Uh, we zijn opgehaald geweest door een driver, dat Beds had gefixt. Dus hij heeft ons dan een taxi gefixt van uh, Manchester naar Bernie, van Bernie naar Manchester. Luxe taxi. Uh, broer, dat was, ja, dat was crazy, man. <laughs> was echt crazy, man. Ja, uh, ook even Mike Trezor in Wietfij. Ook hem even gecheckt. Mike, als ik je zie, <laughs> was beter. <bad. lacht> uh, Mike Tresor kunnen zien, de speels kunnen zien, wedstrijd kunnen zien. Zien. En dan kun je inderdaad doorgaan naar de, de, de three-point collectors. Ja, uh, we zijn naar Bernie gaan naar Turf Moor. We hebben de drie punten binnengehaald. Het was geen mooie wedstrijd. Uh, voor ons wel, denk ik. Omdat ja, je, ja je, ziet, je ziet je club wel en je ziet je in actie. Uh, maar ik denk puur performance-wise was het ja, ja. geen topwedstrijd, maar we pakken inderdaad die drie punten. En als je dan hoort wat Den Haag zei voor en na de wedstrijd, was van, we moeten gewoon winnen. En dan moet je eventjes vergeten hoe dat eruit ziet. Je ja. moet gewoon even die drie punten pakken. Nu komt er ook een heel aangename run of games. Ik denk dat onze volgende zeven wedstrijden zes thuis zijn. Mm -hmm. Dus we hebben wel een aangename uh, aantal wedstrijden de komende weken. Dus het is nu wel... Um, nodig dat je dan die drie punten pakt. Maar Precies. dus Manza, meen je het het live af toe van de wedstrijd? Ja, man, het was heel erg um, ja, interessant om te zien. Uh, tempo lag heel, heel hoog aan de kant van Burnley in het begin eigenlijk. Ja. Uh, ze uh, zet ons heel erg wel onder druk vond ik. En toen was het eigenlijk misschien een kantelmomentje die heen, uh, C van Onana. Mm -hmm. Dat wij opeens zeg maar, met die uh, afgekeurde goal van Evans zeg maar, op voorsprong kwamen. En toen zag je wel een beetje dat Burnley zeg maar, een beetje. Uh, ah, niet het, week, ja. Ja, niet um, st hè, het storm al had uitgeblazen, maar gewoon ah, even rea yeah, reality check. Kantelde mm -hmm. eventjes. En uh, ja, toen was United even een paar momenten. Ik vond um, dat uh, Rashford en Hoylund. Uh, heel gevaarlijk voor ons waren. Heel vaak aan de bal konden komen. Um, ja, Bruno heeft heel de wedstrijd overal gestaan, eigenlijk. Uiteindelijk. Ja. Uh, Mijn kapitein. Heeft een topwedstrijd gespeeld. Um, Hannibal was verrassend. Ja. Uh, ook al hadden we het er wel eigenlijk over van dat hij misschien toch wel zou kunnen starten. Ja. Dus, uh, en ik vond ook gewoon van. Als we gaan praten over heel de wedstrijd, vond ik dat hij een uh, goede wedstrijd gespeeld heeft. heeft. Aangezien een paar enkele fouten, maar ja, je verwacht dat uiteindelijk. Ik, ik denk, met Hannibal, er waren denk ik twee, drie fases waar denk ik denk, die laatste pas bij het mm. voor de rechts was, was top. Ja, ja, ja. Er waren twee, drie fases waar hij een heel goede pas heeft afgeleverd. En er waren ook een aantal fases, denk ik denk, die omschakeling, uh, dat hij zo tussen Holland ja. en uh, Bruno speelt. Mm -hmm. Daar, maar inderdaad, en wat ik ook zei voor de wedstrijd, waar we een beetje zeiden, dus ja, we hebben wel werkers ja. nodig, want dat is een beetje een werkpunt. En je weet wel, met Hannibal... Uh, 80, 90 minuten lang gaat die jongen gewoon werken. Ik heb gezegd, het is wel een rode kaart. Mm -hmm. Ik was verbaasd. De composure die hij had ja. tijdens de wedstrijd, echt rustig, geen fouten gemaakt. Mm -hmm. of, maar of wel geen agressief. Dom, ja, geen domme mm -hmm. fouten, maar wel echt wel doorgaan, de goede ja. druk. Dus ik was wel blij dat hij. Ja, brengt iets, hij brengt die spittings in die, die line-up. Waar je ook een beetje hebt met Bruno, die ook wel soms gaat mm -hmm. doorpressen. Uh, en inderdaad, Bruno, wat je, van, je zei van. Er was een moment, Riglon was een beetje was, uh, hij was geblesseerd. Ja. Hij pakte de linksbackpositie over. My captain, voorbeeld. Uh, mm -hmm. Want heel veel mensen hadden twijfels over dat hij het voorbeeld kan nemen. He did it. Mm -hmm. Nee, uh, het was. Uh... Een, uh, ja, bro. Hoe wij gewoon daar uiteindelijk zaten, ook hè, in, in het thuisvak van Burnley. Dat mm. uh, was crazy, man. Was, bro, was zo. Hey, die laatste minuten. na na na. Well, hey, ik... ah, toen waren we vergeten dat we, dat we in een andere vak zaten, denk ik. Ik hey, denk vanaf halftime hadden we zo door van. Hey, we kunnen hier toch wel een ja, beetje precies, onszelf hè? zijn. <laughs> precies. Ja, ja. Maar uh, dat was uh, zenuwslopend. Dat doelpunt was echt heel mooi om te zien. Ja. Ook vanuit uh, waar wij zaten uiteindelijk. Wat een mooi beeld. Uh, Pas kwam van Johnny Evans. Van, ik, Johnny Evans. van Johnny Evans was zijn linker. Was hij ik, ik, was ik? Was ik? Was ik. Was ik. Toen dat die bal niet bij Bruno kwam, zei ik. Ah, ding Robby van Pers. Robbie van Pers. Yeah. tijd, broer. Ja, nee. Uh, Johnny Evans. Beeld van de wedstrijd gespeeld. Goeie wedstrijd, man. Um, we, uiteindelijk, collectief, was mm. het in de opbouw niet goed genoeg. Mm -hmm. Maar um, dat was denk ik ook niet echt de bedoeling van deze wedstrijd. Als we zagen van hoe Burnley, zeg maar, hoe vaak ze aan de bal kwamen. Mm -hmm. um, maar ik vond dat we ja, toch wel gewoon um, gedewd hebben met de issues die er waren. Um, ik denk dat bij Burnley misschien ook wel gewoon. Uh, waar zij zeg maar uh, meer uit konden halen, is dat zeg maar, als zij bijvoorbeeld de presence hadden, centraal uh, in de puntbean, denk ik dat ze ons meer pijn konden doen. Ja. Dus op dat vlak vond ik dat wij uh, verdedigend, zeg maar. Uh, toch wel oké okay hebben gedaan ook al hadden wij in het begin al issues want Dallo had snel geel gepakt ja. en toen had ik al zoiets van Ah Kolesko ah, was goed man dus zo, yeah. want ik had een paar mensen die een bericht tegen mij zeiden van Ah is niet goed maar ik denk live je hebt hem gezien een versnelling mm. elke keer was gevaarlijk ik kwam ook zo vaak linkse links flank linkse flank flank hij uh, was echt gevaarlijk inderdaad Dalot denk ik na goede 10 minuten denk ik een gele yeah. kaart dan, nou, dan denk je wel van. Oei, oké, okay, hij gaat in de problemen komen. Mm -hmm. Maar hij heeft al heel goed gereerd. Dan, dan zit nou, veranderd van Vlak natuurlijk. Dan is, ja, ja. Dan is ook dingetjes uitgevallen. Uh, Monston. En dan is ja. hij naar rechts. Ver en dan heeft hij met Regielonda ook moeten dealen. Uh, maar inderdaad, uh, Bernie was voor mij. Doorgaand. Ik ga niet zeggen de beter ploeg de hele tijd, mm -hmm. want er waren momenten waar we het hebben overgenomen. Mm -hmm. Maar ze waren meer aan de bal, waren meer initiatieven aan het nemen. En wij waren oké okay met onze defensieve stabiliteit. Um, inderdaad, als zij iets meer present hadden, zeker op het einde ook met Jeroen Rodriguez, ja. Rodriguez erbij, merkte je wel zo van oké. Okay, ze gaan er nu wel een beetje bonk aan de deur, maar ook niet te veel. Precies, Ze ja. hebben ook geen clear cut chances gehad. En dan inderdaad, ja, de redding van Onana was denk ik het kant op, uh, kant op in de wedstrijd. Uh, maar het was weer, ik vond Casemiro ook heel goed spelen. Ja, het was dus voor het mij tussen ja. Casemiro en Evans. Evans was heel goed. Ik ja, was ook ja. verbaasd hoe goed dat zijn linkse voet was. Ja, ja. Want uh, ik zei van is Evans linksvoetig? Ik zei ineens, waarom ja, dat naar ja. linksvoetig is, is dat maar, maar dat is ik ook het begin van de wedstrijd. Het was eerst Lindelof dat links te spelen en Evans rechts. Ja. En dan denk ik. Basis. Doorgaan, echt na vijf minuten, wist hij van positie. Ja. Uh, even naar links gaan spelen. En, en ja, voor mij deed hij het goed. Uh, een paar keer, ik denk één pas dat hij terug had die heeft naar Onana. want Onana zei: van Rustig, bro. Ja, ja, ja. Uh, Onana ook, man. Het is, is grappig om hem te zien live. Ja. Ook na de wedstrijd van Bayern, want ik was daar echt super pist. Um, heeft hij zich goed. Uh, heeft hmm. hij maar ook gewoon, hij is blij voetbal, op de manier hij ja, Er ja. was ook een moment, niemand bewoog, hij bleef gewoon staan en hij zei, kijk, als jullie niet gaan boeien, kan <laughs> ik <ga> ook niet <laughs> boeien. Ja, die fans dan, hè Ja, die <laughs> bleef fans willen paren en tegelijkertijd, ja oké, okay, ze zitten dan druk. Slijf ja. wacht er gewoon, maar hij heeft zijn wedstrijd gespeeld, clean sheet ook erbij, dus dat is ook ja. weer belangrijk voor de ploeg. Varane is erbij gekomen. Precies. Op het einde heeft ook weer een paar belangrijke kopballen, een ja, mm -hmm. paar klinzers kunnen ja, hebben voor ons ja. team. Uh, alleen, is het is gewoon weer worrying, man. We hebben een nieuwe linksback en die is ook weer geblesseerd, bro. Ja, Amrabat heeft hem moeten invallen. En die gaf op het laatst ook een gevaarlijke uh, fout uiteindelijk weer. Ja, bij Benson. Uh, ja. Precies. Ah, Benson, hij was mijn aanval aan het geven. Want kijk, als jullie zo'n compilatie checken van Benson in, bij Bernie, dat is enkel binnensnijden, vers de hoek. <laughs> enkel dat. Dus die man komt erop en ik zie al, hij doet al zo drie, vier keer de shift naar binnen komen. <laughs> ik zeg, oh, alsjeblieft, man. Hij trapt. Hij, drie keer, hij trapt denk ik ja, op, op ja, ja. vijf minuten of zo. Hè. Ik zeg, bro, alsjeblieft, man. Like. Kijk, ik kun het hem wel, maar niet tegen te snap ja. Tegen elke andere ploeg, hij ja, mag doen wat hij wil, maar niet tegen United. Maar het was, wel, het was wel leuk om te zien, uh, ook voor hem. Hij kwam erop, heeft niet veel muten gekregen, maar heeft wel op een goede 10 minuten wel een beetje zijn ding kunnen doen. Ja, ja, ja. Um, ja. En ja, Amrabat ook uh, opgekomen, heeft de bal niet geraakt, maar oké, okay, ça va. We go home ja. with the three points. En uh, dat was het een beetje, man. Na de wissel hadden we even wat iets negatiefs gehoord: mm -hmm. uh, dat Rashford ja. in, in, in een car crash was beland, maar uh, dus alles oké. Okay. Um, dus we hopen wel dat die jongen. Ah, hij is oké, okay, maar we hopen dat er niks ja, verder niks, van is. Uh, geen issues zijn en zo. Ja. Eén één iemand die we zijn vergeten. Zeg het eens. Rasmus Hoi. Jongen. Zeg het eens. Wat een physical specimen. Ja, hij is een, een spits ik, ik man. Ik zat tegen Mansa zo van: We gotta strike <laughs> nee. na snel, sterk, groot. Lang, pause. Nah, Al dat? al dat allemaal, na 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 nah. deze guy en hij wordt ook niet moe, hè. hij blijft maar gaan, hij, is hij blijft speciaal, in duo gaan. He? Hij is speciaal. Bro. En je zag echt gewoon Burnley, hè, een centraal verdediging, ze hadden ze hadden echt moeite met hem, ze hadden echt bro, moeite met hem. Ze een centrale duo, ze keken naar Hulandseisen, ze. long. Day, bro. <laughs> maar hij is met ding met Hulandse, want hij komt lange bal, zijn lichaam stevig, tak. Mm. Lange bal in de lucht, kopbal, tak. Yeah. Steek hem diep, weg, loesoe. Eén denk ik, zijn final pass kan iets beter. Ik niet Ik denk dat je daar van Schilder ziet tussen ja. Marcel en dingetje. Maar ik vind wel zijn holo play en combineren is perfect, ja, ja. hè. Ja, ik vind nog steeds, uh, ik vind zijn play vind ik decent. Uh, goed. Uh, nog, nee, uh, goed. Uh, ja, want uh, ik heb soms dat hij zeg maar, wanneer hij, Ling af, hè, ja. Wanneer hij even wilt kaatsen of zo. Dat het soms, zeg maar, inconsistent is. Maar, maar ik, ik vind, vind ik, het goed ik genoeg. vind, dat hij moet gewoon... Aannemen en dan katsen. Hij moet niet één tijd katsen, broer. Ja, ja. Dat is niet wat ik van jou verwacht. Maar uh, ja, hij, is, uh, hij is nog een jongen, hij, hij is raw. Hij is aan het de, developen en uh, ik vond echt dat hij. Hij was een mannesman. Hij was een mannes. Jammer dat hij niet gescoord heeft. Mm -hmm. Hij had een momentje dat hij zeg maar, de bal aannam en wilde draaien en nog mm. probeerde te schieten. Dus hij is atletisch. Ik loef, ik loef daar aan. heel. Ja, en dat prang is kort in begin weer, hè? Zulke dingen doen me denken aan Ibrahimovic toch, ja. hè? Hoe atletisch hij is en ja. zo. Dus uh, ja man. Zal man? Ja. En ik ook. Ja, hij en Rashford gaan met gaat klikken. Ja. En ja man. Maar de ding is, Rashford zoekt hem ook wel. Mm -hmm. waar, waar je zo, want veel mensen zeggen dat Rashford niet zoekt, dat is bullshit. Rashford zoekt hem wel. Ja, ja. Ook zo. En we hebben dat al 15 keer gedaan sinds hij zijn debuut heeft gemaakt, die cutbacks daar ja. op, op een moment. Allee, het is al gebeurd op Bayern, mm -hmm. maar het gaat vallen. Het gaat een paar ja. keer vallen. Want je ziet wel dat dan duidelijk duidelijke van Ten Hag van we moeten wel die cutbacks zoeken. Mm -hmm. Omdat hij, ja, hij kan zich zetten, draaien, kan afwerken, kan die in één tijd afwerken. Ook yes. tijdens de opwarming is hij een paar keer afgewerkt. dat ik zei van oké, okay, mm -hmm. we, we, we hebben een spita. Ja, dus ja, ja. ja man, echt heulende. Ik zei het ook tegen Manzal van ik heb een shirtje gekocht van een speler dat ik elk niet kende. Want oké, okay, ik heb hem bij Atalanta mm -hmm. twee of 3 keer gezien, maar ik was zelfs niet zeker op, wat profiel was. Yeah, yeah. Ik, ik heb, mijn eerste shirt dat ik heb gekregen, of dat ik heb gekocht, dit jaar, was van, uh, yeah, buiten Russia, dat was dan Hoyland, snap je? Dus dat was wel, uh, ja, dat toont wel aan dat die jongen echt wel potentie heeft en ja, ik zei het ook tijdens wedstrijd, ik heb yeah, ook, yeah. nu ook al gezegd van, we hebben echt een spits man, dus ik ben daar echt… Uh, ja, maar hopelijk kan hij gewoon door blijven gaan. Yeah. En de vrij gewoon het seizoen uh, voortzetten. Ja. Ik ga een kleine tip geven. Als je ooit naar Manchester United gaat of je bestelt online shirts. Weet gewoon, er zijn drie verschillende prijzen. Uh, die 110 pond, je denkt dat zijn echte, echte shirts. Dat is niet de echte, echte shirt. <laughs> je ja. hebt uh, 80 pond, die zijn zo'n beetje... Zijn, replica. Replica. Je uh. hebt 110, die zijn zo replica echt. En dan die van uh. 150, die zijn... Authentic. Yeah. Authentic, snap je? Of Want zoals... bijvoorbeeld deze twee... Je zou denken: er is geen verschil. Sorry, deze twee. Je zou denken: er is geen verschil. Maar er is wel verschil. Yes. De logo is <laughs> een beetje anders. Dus de logo is hier echt zo. Ja, ik kan niet uitleggen. Dat is zo mijn plastic materiaal en dit is echt gewoon erop genaaid. Uh, wat ik niet erg vind. Uh, maar dit is dus echter en dit heeft mij iets meer geld gekost. <laughs> um, nee, mij niet, sorry. <laughs> dit heeft Andy meer geld gekost. <laughs> uh, maar ja, man. Uh, bij deze ga ik het denk ik afronden. Het was heel leuk. We spelen deze week twee keer tegen Crystal Palace. Yes. Uh, Midweeks in de Carabao Cup en dan spelen we... League Cup. In de, ja, ah, je hebt gelijk. Carabao Cup en dan spelen we in het weekend nog eens tegen Crystal Palace. Ja. Uh, dus ik zie jullie gewoon volgende week. Monza... Yes. Uh, ik, vond het, ik vond het persoonlijk ook heel leuk. omdat Ik ben al een paar keer naar je net gaan kijken. Ik ben twee keer alleen geweest. Ik mm. ben één keer geweest uh, met iemand anders. Dus dat was wel leuk zo om ook met je net van te gaan. Uh, en ja, man, het was een leuke ervaring. Man. En, zeker. En we zullen nog eens gaan deze keer. Uh, de volgende keer. Uh, dus vond ik keer bij jij we gaan jij komt ook eens op een moment mee en dan gaan we allemaal in en gaan eens proberen één keer allemaal samen te gaan maar dan gaan we wel iets Misschien moeilijker zijn dan. man yeah. we'll try we'll try um, dit was Glory United ik was Hills Brian zoals de water en uh, het was een heel positieve op episode um, ja je ziet wel zo die, 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 die dopamin in ja, dopamine in jouw hoofd zo. Is, ja zo, bro, zo. bro, die, bro nou, ik was gas bro ik was dingen <laughs> aan het zeggen bro ik was er niet, 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 niet bij, snap je uh, dus ja man, shout naar Mwanza, shout-out oh naar deel. Aaron Nogis, shout-out naar Benson en shout naar Erik ten Hag, want we hebben drie punten binnengehaald en we're gonna rise up the table. <laughs> 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 ciao, 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 ciao.